multatuli's greep, het prachtige rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om den evenaar als een gordel van smaragd. Langs dien smaragden gordel nemen wij u mee. Hier en daar een greep, een gebiedsdeel, een groep mensen, een vluchtig beeld, maar altijd juist genoeg om een indruk te krijgen, om een indruk te houden van ons land aan de overzijde. We gaan op reis van Holland naar Indië. Als het ros wordt losgesmeten, zo gaan er zoveel, met een traan in het oog en een prop in de keel. En als zij na 5 of 6 jaar met verlof terugkeren, dan heeft en houdt Indië hen vast, omdat zij groeiden er zoals Indië groeide tot hen. De uiteindelijke saamhorigheid tussen Oost en West. Tantjong Priok, de uit moeras en strandbos opgespoten prachtige haven van Batavia. Tropisch Nederland ligt rondom ons. Een vruchtbaar, rijk en welvarend land. Java is het centrale eiland voor de bestuursvoering. Ons dichtst bevolkte eiland. Overbevolkt. 45 miljoen mensen op slechts 132.000 vierkante kilometers. En ieder jaar komt er vermoedelijk 1 miljoen bij. Jaarlijks moeten 10 en feitelijk 100.000 Javanen emigreren naar de schaars bevolkte buitengewesten. Langs de inheemse kampongs, langs de onafzienbare rijstvelden van Krabang, telkens andere vergezichten, andere beelden en kleuren, de bergen in, bruggen over ravijnen van honderden meters diepte, een van de mooiste stukken spoorwegaanleg in Indië, langs de bergsawa's en de bergkampongs, Indië op zijn mooist. Het overgrote deel van Java's front wordt door de Javaan bebouwd. Eén in vergelijking hiermede klein gedeelte kwam in huur of erfpacht aan de Europese cultures, de grote bron van Indiës welvaart. Een volk met een oude cultuur, rustig, hoffelijk, sober en arbeidzaam, lauwers in hart en nieren, gehecht aan hun grond en hun dorp, een volk om van te houden. Pas op de kaart van Europa Nederlands-Indië af en gij kunt u een denkbeeld vormen over de afmetingen hiervan. 2.220.000 vierkante kilometer, 64 miljoen inwoners in 1930, thans uitgebreid tot 70 miljoen. En daarvan slechts 240.000 Europeanen, waarvan rond 100.000 uit Nederland afkomstig. Dat is Indië. Een onmetelijk gebied, met oude Javaanse cultuur naast het primitieve animisme van Nieuw-Guinea. Een gebied dat zich in de 40 jaren van deze eeuw sneller en voortvarender ontwikkelde dan ooit tevoren. Indië werd een modern land, zowel wat betreft handel en verkeer, onderwijs, hygiëne, volksgezondheid en sociale maatregelen als bestuursvoering. Nederlands-Indië, de buitenzorg, 60 kilometer ten zuiden van Batavia, ligt het paleis van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Een laag wit paleis tussen groene gazons.
Op het beroemde Waterlooplein in het hartje van Batavia staat het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen. Aan een der zijden staat de enige kathedraal van Indië. Hier de protestantse Willemskerk, die aan een Romeinse tempel doet denken. In het oude Batavia vinden we het in 1707 gebouwde stadhuis. Van het oude kasteel van Batavia bleef slechts de Amsterdamse poort intact. Van de oude stad rijden we langs Molenvliet weer naar het nieuwere stadsdeel. Langs het paradijs der wassende vrouwen dat tevens tot badplaats dient. De vorstenlandse tabak heeft een goede naam. Een groot deel van het Javaanse tabaksland wordt echter ook meer naar het oosten in het Jemberse gevonden. Van de tabak nadat zij gefermenteerd en gesorteerd is. De vorstenlanden, het oude sultanaat Jogjakarta. Een moskee-uitgang op de grote feestdag, Grebek Puasa, aan het einde van de vastenmaand. De hofstoet van een sultan verlaten kratom. Onder de gouden pajong dragen vrouwen de zetel van een sultan. De typisch geklede sultanstroepen in hun pompeuze kledij met hun eigenaardige paradepas. Geeft spijzen aan zijn volk. Torens van rijst, waarover vreugdeschoten worden gelost. De rijstberg wordt verdeeld, minder ceremonieel dan het overige der plechtigheid. Het wondereiland met zijn oude verfijnde hindoe-cultuur. Een bekoorlijk landschap, prachtige tempels, mooi gebouwde vrolijke mensen, een eigen en afzonderlijkste van Indië. Per auto reizen we door Bali en door het Balinese landschap dat in vogelvlucht ons voorbij trekt.
Een kijkje op de markt. Bali is het land van de varkens. Een oude Balinees met een markante kop. Een jonge koopvrouw. Zuigelingen die profiteren van de gelegenheid dat moeder inkopen doet. Trouwens, thuis hebben zij het in hun schommelslendang eigenlijk veel beter. Zodra ze wakker worden, worden ze doodeenvoudig omgekeerd en dan zijn ze weer een uur zoet. En hier is de Balinees als ambachtsman. Met hamer en drevel wordt de rijke, fijne versiering in het zilveren schaaltje gedreven dat in een bonk pek is gevat. Balinese vrouwen aan het weefgetouw. Het vastleggen der figuren door middel van een zeer fijne bamboestroken. Draad voor draad wordt het kostbare goudweefsel opgebouwd. Evenals op Java is rijst het hoofdvoedsel en dus ook het hoofdgewas van de landbouwer op Bali. De rijstbouw, het gelijktrekken der sawa's, de natte rijstvelden. Inmiddels zijn op de kiembedden de jonge rijstplantjes tot groei gekomen. Zij worden uitgetrokken en overgebracht naar de sawa. Het stuk voor stuk uitplanten geschiet uitsluitend door vrouwen. En als de rijst dan tot rijpheid is gekomen, zijn het ook weer de vrouwen die aar voor aar afsnijden. En dan volgt het stampen om het kaf van de korrel te scheiden. Het eerste wallen. Door de draaiende beweging komt het grove kaf boven dat met de hand wordt weggenomen. Het fijne kaf laat men meevoeren door de wind die door de vallende korrel speelt. Borneo, 540.000 vierkante kilometers. Met slechts 2.200.000 inwoners. Het land met de grote kustvlakten. Het land Ajax en van de grote rivieren met hun stroomversnellingen. Donkere oerbossen en modder. Een land in opkomst. We gaan de Barouw-rivier op. Een van de grote rivieren welke men tot ver stroom op met zeeschepen kan bevaren. Borneo's miljoenenrijkdom aan steenkool demonstreert zich in de uitgestrekte lagen welke aan de oppervlakte der aarde komen. En dan zakken we honderden kilometers in zuidelijke richting en langs de oostkust af, naar de vindplaatsen der aardolie Balikpapan, de petroleumstad van Borneo, de stad van de koninklijke. En in de wildernis uitgekapt, aan de grens van de Rimbu, staat de meest intensieve westerse techniek. De machtige petroleumfabriek, één van de grootste der wereld. En weer honderden kilometers verder, tot aan de zuidkust. Wij varen de Barito-rivier op, naar de hoofdplaats van de zuider- en oosterafdeling, Banjarmasin, gelegen aan de Martapura. Rivieroevers, palmen, moskeeën, oosterse tafereelen glijden voorbij. En dan Banjarmasin als het Venetië van Indië, minder Venetiaans in stijl en schoonheid. Het gehele verkeer heeft de waterplaats en met een gondel varen we door het tropische modder Venetië en langs de winkels aan de waterkant. Thank you.
En hier, in dit water en in deze modder, huist natuurlijk de krokodil. Wij gaan op jacht met Gani, den krokodillenbezweerder. Dat zich snel en doeltreffend ontwikkelt. Het eiland waar de tabakscultuur een land als Delhi heeft gemaakt, waar in Jambi en Palembang de grote petroleuminstallaties van de koninklijke worden gevonden. 475.000 vierkante kilometers, een bevolking van ongeveer 9 miljoen, een eiland met bijkans onberekenbare toekomstmogelijkheden. We reizen per tandradbaan naar de Padangse bovenlanden, dwars door het land van de Minangkabauers, door tunnels en over bruggen, langs wilde bergstromen en hoge watervallen, dwars door een landschap van een wonderlijke schoonheid. Langs de oevers van het meer van Sinkara. En we bereiken de oude plaats Fort de Kok. Een plaats met een geschiedenis. 1000 meter hoog, midden in het gebergte, het kostelijkste klimaat van heel Indië. Het marktplein met de klokkentoren, een geschenk van de bevolking aan Fort de Kok. En van die toren af zien we neer op het plein. Fort de Kok ligt op hoge en steile rotsen, die het in heel Indië en tot ver daarbuiten bekende karbouwengat insluiten. We zien de niet minder bekende kloof van Harrow. En daarnaast liggen altijd weer de stille sawa's, waarin de bergen zich spiegelen. Midden tussen de bergen liggen de dorpen met de fraaie, kunstig gestileerde huizen der Minangkabauers als kleine aardse paradijzen. De huizen zijn voorzien van prachtig snijwerk, fraaier dan waar ergens in onze archipel. En ter afwisseling een eigenaardige sport der jongelieden, het gevecht, feitelijk het schermen met striemende rattanrieten, hoe striemender, hoe raker, hoe mooier. En weer noordelijker gaat de reis naar Siboga, aan de baai van Taponuli, de uitvoerhaven van Bataclan naar de westkust. De moskee van Siboga in tropische omlijsting. We bezoeken een klappertuin van een Maleier, die in werken geen vreugde vindt.
En in zijn klappertuin gebruikt hij een klapperaap als werkman. Waarom zal men zichzelf vermoeien als een aap even goed de klappers kan binnenhalen? Siboga op weg naar het Bataclan, langs een van de beroemdste, maar ook moeilijkste autowegen van Indië, scherp langs de rotsen gehouden, met een ontelbaar aantal haarspelbochten en kronkelingen. Een stijging van 800 meter over 12 kilometer weglengte berekenen we het Toba-meer, het meer van Bataclan, 90 kilometer lang, 800 meter diep, 900 meter boven de oceaan. En dan zijn we in het land van de Batas en bewonderen hun stijlvolle woningen. Twee buren bespreken de gebeurtenissen van de Batakse dag. Batakse vrouwen met de typische hoofddoeken, welke dienen ter ondersteuning van de zware zilveren oorkrullen, dat het oor anders zou uitscheuren. Een dorpsscène in het volle bijgeloof. De dorpsmedicijnman zal voorspellen of er regen komt. Maar voor het regenmaken heeft hij een buffel nodig. In het Batakse land gebeurt niets om niets. De dans om de buffel bij de Bataksen band. En dan danst de medicijnman zijn offerdans. En of er regen zal komen, och, helderziendheid blijft helderziendheid. Het vreemd gevormde is smal en lang gerekt, welks opkomst van betrekkelijk jonge datum is. 190.000 vierkante kilometers, 4,5 miljoen inwoners. Een eiland waar vooral de uitvoer van copra, maïs, harsen en rottan van betekenis is. De brug naar de Molucca. We naderen Makassar. Het lage licht van de ondergaande zon werpt de schaduw van onze pakketboot op de blinkende witte zeilen van de inheemse prauwen. Makassar. Ook een oude stad uit een compagnietijd. Het fort Rotterdam uit de 17e eeuw. De wallen die in oude tijden zo menig een aanval weerstonden. Een kort bezoek slechts, want nu stomen we veel verder in het noorden de Tomini-bocht binnen. Kleine nederzettingen aan de voet van het grillige gebergte. Slechts smalle kust, daarachter het oerbos waar het kostbare ebbenhout wordt gekapt. Om het vervoer mogelijk te maken, wordt de stam verdeeld in 3 meter lange dolken. Over de vele kilometers lang
En we gaan op weg naar het land van de merkwaardige bergtoranja's. Op 30 kilometer van de kust bereiken we de stroomversnellingen van de Posso-rivier. Jondo Rivura, brug bij de waterval, noemen de Toradja's dit stuk woeste natuurpracht. De Posso-rivier begint als een brede stroom bij het meer van Posso, welks water zij afvoert. De rustieke brug over de brede rivier. De zending heeft in deze streken langzamerhand het onderwijs ingevoerd. Een verre van gemakkelijke arbeid. En andermaal bevinden wij ons op zee, op weg naar de 1001 eilanden van de Molukken. Het eilandenrijk waarin de oude compagniestijd de kostbare specerijen werden gehaald. Eilanden met een oude en eigen geschiedenis. Wij naderen de 1700 meter hoge piek van Ternate. En terwijl de pakketboot laat en los, bezoeken wij dit historische eiland. Het oude fort, omstreeks 1800 gebouwd, schitterend gelegen tegen de vulkaanhelling. En langs de eeuwig wisselende gordel van deze vulkaaneilanden bereiken we Tidore. Het heerlijk gelegen eiland Makian, en altijd maar zuidwaarts gaande en westelijk grote eiland Halmahera blijvende, vinden we Batjan met het fort Barneveld. Het paleis van de sultan van Batjan. De sultan met de sultane. En oostwaarts koersende gaan we de kusten tegemoet van het enige nog zo onbekende gebiedsdeel van Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea. Een tijd gelaten in zijn achterlijkheid en afgelegenheid. 380.000 vierkante kilometers met naar schatting 350.000 inwoners. We naderen Manokwari, de hoofdplaats en voornaamste bestuursvestiging van Noord-Nieuw-Guinea. Gelegen in het noordoosten van de zogenaamde Vogelkop in de prachtige baai van Dore. De hoofdstraat van Manokwari. De Papua-bevolking, die hier al in nauw contact met ons leeft, flaneert. De Papua-kleding is doodeenvoudig en primitief. Zelfs voor de dames, die in deze landen hoofdzakelijk huisdier en werkkracht zijn. Een hij en een zij. Hij met zijn hoofdversiering uit een parelmoeren schelp. En nog een hij en een zij. Zij met haar tandenstoker en oorreiniger gemakshalve in de neus meegedragen. Het tong uitsteken beduidt blijkbaar een vriendelijkheid. En een heel oude dame die vermoedelijk nog niet zo heel oud zal zijn. Vrouwen slijten hier snel. En nog enkele Papua-typen.
Isago. En omdat Isago zo makkelijk te winnen is, werd de Papua een vijand van welken. Alles van deze boom wordt gebruikt. De bladnerven dienen voor huisband, de bladeren voor dakbedekking. En daaruit ontstaat een dorp zoals dit. En weer terug naar de sago-palm. Het splijten van de stam. Een betrekkelijk gemakkelijk werk, omdat de kern van de palm uit een vezelige massa bestaat die het sago-meel bevat. Het loskloppen van de vezel, waarin het meel zich bevindt, eist acrobatische toeren van de tenen en een zekere hand. Het wassen van de losgeklopte vezels om daaruit het sago-meel te spoelen. In een kom, gevormd door twee bladnerven, bezinkt het meel. Het bereiden van een sago-pot. Het dunne papje stolt plotseling tot een dikke brei. De stijfsel die voor de Papua hoofdvoedsel en lekkernij betekent. De markten van dit land liggen langs de kust. De marktgangers, bewoners van eilandjes langs de kust, komen aanpagaaien. En uit het binnenland komen de bergbewoners. Beide partijen ruilen hun producten. De bergmensen brengen witte bonken sagomeel, suikerriet en vruchten. En winnen die ruilen tegen vis, zeekomkommers, schaaldieren en andere zeelekkernijen. De vrouw is de handelaarster. De man zoekt met zijn vrienden ander tijdverdrijf. En natuurlijk worden ook hier de kinderen overal meegesleept. Maar dan als een hangdier. Behalve ruilen kan men echter ook kopen. Als munt fungeert dan bijvoorbeeld de stenen bijl, dikwijls het enige technische werktuig van deze stenen tijdperkmensen. Het kost dikwijls weken en weken arbeid eer de bijl geslepen is. Dus koopt men hiervoor de meer waardevolle artikelen, zoals vrouwen en varkens en vrouwen. Na een kwartier is de markt afgelopen en men keert huiswaarts tot aan een volgende marktdag. We gaan op weg naar nog ontoegankelijker, nog meer afgelegen streken. En ditmaal niet meer per stomer, maar in een Papua-prouw. Dat reizen is niet alles. Comfort kent men in de Rimboe vrijwel niet. Rumoer en lawaai horen bij de Papua. Maar ruzie en geschil zijn hem even min vreemd. Bij dergelijke twisten roept men een godsoordeel in. En als de vechtenden gescheiden zijn, leggen zij een eed af waarbij zij beiden zweren dat ze de waarheid hebben gezegd. En aangezien er maar één echte waarheid kan zijn, volgt het godsoordeel: dompel uw hand in een pot met kokend water van uw tegenstander. Wie zich het ergst brandt, heeft ongelijk. Ook de dorpen en stammen leven dikwijls in onmin, als regel ten gevolge van mensenroof. En dan zoekt men de oplossing in een vredesconferentie. De twistenden zijn gescheiden door een haag van groene takken, waarachter de diplomaten het woord voeren. Binnen een uur komt men tot overeenstemming,
en de partijen dansen elkaar tegemoet. De partij die geroofd heeft, strooit water uit een bamboekoker bij wijze van zoenoffer. Voor alle zekerheid kapt men nog een bamboe doormidden. Is de snede mooi zonder vezel, dan zal de vrede lang duren. En een verbroederingsdans besluit de conferentie. En langs de kust, de vreemde verre kust, varen we verder. Ergens, 1000 zeemijlen naar het westen ligt Java, met zijn eeuwenoude, verfijnde hindoe-cultuur. We zijn hier nog in het stenen tijdperk.